Hoi en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe sketch. En deze video is wat de ruiters denken als ze thuis zijn. Ik mis mijn soulmate, want normaal doen we dat samen. Zomertekens. Ik zal even vertellen hoe het begon. Laatst was ik bij mijn moeder en ik ging was daar met mijn paardrijkleding. En toen zat ik op de bank en toen zei ze: zeg, wil je eens even op mijn kleedje gaan zitten? Want ik vind het heel vies. Mijn moeder heeft trouwens niks met paarden. En toen dacht ik, oké. Ik ben het wel gewend vanuit huis, omdat dat vroeger thuis ook altijd moest. Dus ik heb een kleedje gepakt. En toen heb ik een foto op mijn Instagram story gemaakt, hier. En ik heb jullie gevraagd wat voor jullie vervelende trekjes zijn voor als jij als paardrijmeisje thuis bent. En jullie hebben massaal dingen ingestuurd. En eigenlijk ook heel veel hetzelfde. En dat bracht mij op een video-idee, omdat dus het blijkbaar voor iedereen herkenbaar was. Dus ik heb de meest herkenbare dingen uitgewerkt in deze sketch. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. We kennen allemaal, je komt thuis van stal, je hebt lekker gereden en je bent eigenlijk vol energie om je verhaal thuis te vertellen, hoe je paard deed. Je bent de deur nog niet eens binnen en je moeder schreeuwt dat je je schoenen uit moet doen. En ja, zeker wel, in de schuur. Oh, niet binnen, niet in het halletje, in de schuur. Want dat zijn stinkdingen, volgens moeders. Hoi mam! Zeg liever, ik doe je schoenen uit! Waarom kom je nou hier bovenaan gelopen als ik net al heb geroepen dat je je schoenen uit moet doen? Maar mam! Breng ze van de schoenen. Die stinkdingen die wil ik hier niet in huis hebben. Ik rook ze nu wel. Ja, ik rook ze nu wel. Vervolgens heb je je schoenen uit, kom je binnen, zegt je moeder ook nog even dat jij je paardrijjas niet aan de kapstok mag hangen, maar ook in de schuur moet hangen. En nee, niet gooien, maar ophangen. Doe je jas daar ook maar uit! Ja, stinkjas. Ja, sorry hoor, kom op zeg. Even tussen ons, hè. Jij als ruiter, ik als ruiter, Amazone, hoe je het ook wil noemen. We zitten met onze rijbroek op het zadel. Hoezo is onze rijbroek dan vies? Ja. Zeg lieverd, wil jij even met die gore paardrijbroek van de bank alsjeblieft? Wat? Er staan allemaal haren aan. Je hebt paard gereden. Maar ik heb niet eens met mijn rijbroek op test gezeten. Ik heb alleen maar op het zadel gezeten hoor. Het is helemaal niet vies. Dan heb ik gewoon een zadelhoes om. Leer, nee, dat wil ik niet. We hebben geen discussie mogelijk. Want zeg, kijk dan, zie je ergens haren? Er zitten geen haren aan hoor, die broek is schoon. Je gaat nu op een dekentje zitten of je gaat je omkleden. Mama, kom op zeg, doe even normaal. Maakt me niks uit, maakt me niks uit. Ik wil niet dat je met die vieze broek, vies, op de bank gaat zitten. Zo goed? Kom op zeg. Echt waar. Oké, door naar het volgende crisispunt. Dekjes wassen. Want nee, dat mag van je moeder absoluut niet in jullie wasmachine. Maar waar moet je het anders wassen? Bij je oma? Bij de stal-eigenaar? Bij je vriend? Je beste vriendin? Wat denk je? Daar mag het ook niet hoor. Ik bedoel... die dingen doen we gewoon stiekem, toch? Maar, stop. Als je me niet denkt dat je dat dekje mag wassen hier in mijn wasmachine. Zo vies is het niet. Dit is mijn witte dressuurdekje, mama. Zo vies is het niet. Kijk dan. Nee. Er zit echt heel weinig vlekken op. En nee. Hoeveel haren uit? Hoe vaak moet ik het je nog zeggen? Aan jouw paardrijspullen zitten haren. En dat wil ik niet hier in dit bloedschone huis. Kijk, zo vies is het hier helemaal niet, man. Kom op nou. Ik kan hem nergens anders wassen. Je gaat hem niet wassen. Eén keer, man. Eén keer. Hoe laat ga je trouwens weg? En dan eet je dat zo? Ja, ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Dat dekje ga je niet wassen, hè? Dit is trouwens een dingetje waar ik geen last van heb. Maar heel veel mensen zijn allergisch voor paarden. Dus wat nou als jouw broertje allergisch is voor paarden? Oh ja, dan hebben we deze type moeder. Hoi! Ga je even heel snel douchen. Je weet dat je broertje allergisch is. Kom, chop chop. Je komt hier niet uit de woonkamer in met je paardrijkleding hoor. Sorry, oké? Je weet waar je badjes hangt en je gaat meteen de douche in en dan wil ik je in de woonkamer zien. Heel goed. En dan het allerlaatste ding, je sokken. Die zitten altijd vol vlas, of krullen, of stro, of hooi, of whatever, schijt, brokken, muesli. Als jij hebt uitgemest bij de paarden bent geweest, zitten je sokken altijd vol. Iedereen zal dat wel herkennen die joppers draagt of lage sneakers. Met rijlaatsen heb ik daar nooit zoveel last van gehad. Maar goed, to the point. Nee, ja, moeders is hier gewoon niet blij mee. Nee. Oh, Nynke, kom op. Ik wil die vieze paardrijsokken niet in mijn wasmachine hebben. Al dat vlasstellen, want het krijgt er nooit af. Maak ze maar eerst buiten schoon en je haalt alles maar met de hand eraf. Ik kan het niet in mijn wasmachine hebben, dan zit hij helemaal verstopt. Geen discussie mogelijk. Oké, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het weer een leuke sketch vonden. Het was eindelijk weer een wat eruit denken en dit keer alleen gefilmd. Ik moest al zeggen dat ik dat een beetje moeilijk vind, omdat ik dat normaal met Maatje doe. En ik moest deze sketch helemaal voorbereiden en normaal doen wij dat niet zo erg. Of ja, dan doen we dat wel, maar niet zo in de puntjes als dat ik het nu alleen moest doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hebben jouw ouders thuis nou een ander trekje dat jij als ruiter thuis niet mag? Laat het dan zeker weten hieronder achter in de reacties. Dat was een hele rare zin. Laat het dan zeker achter hieronder in de reacties. En vergeet niet nog een video idee in te sturen voor een nieuwe Wat Ruiters Denken. Doei doeg! Oké. Grapje. Ja jongens, en weet je wat nu de grap is? Nu ik me voor dit stukje video helemaal op uitgekleed, dat ik me gewoon weer helemaal moet aankleden. Fuck dat. En op een of andere manier ben ik één sok kwijt, zeg maar. Oh, ik zag hem vliegen. Ik heb het bloedschone huis. Bloedmooi? Of brandschoon? En het brandschone huis. Niet wassen. Mijn huisgenoten zullen echt denken, what the fuck?